arms that once held you are ready to fight. Welkom terug in deze nieuwe video. En in deze nieuwe video spelen we terug Minecraft Survival. En vandaag wil ik iets heel speciaals laten zien. In deze nieuwe Minecraft Survival spelen we de snapshot. En wat er zo cool is aan deze snapshot, ga ik jullie nu zo laten zien. Dit is zo vet. Ik moet het wel eerst vinden natuurlijk. Zo. Ik ben gewoon twee handen geworden. Ja, mijn mandje heeft eigenlijk twee handen. Dus ik weet wel niet hoe ik de andere bestuur. Dat weet ik niet. Maar ik vind het wel cool hoor. I like it. Dus we hebben onze andere handen nu ook iets. Dat je iets mee kunt doen, dat weet ik niet. Maar anyway, ik speel dus in de nieuwe snapshot. Super cool. Ik heb twee dingen in mijn hand. Holy shit. Oké, anyway. Ik wil kijken. Hoe goed ik deze pickaxe kan enchanten. Het is nu wel niet zo handig, maar ja, zeg. Efficiency 2 en breaking 2. Efficiency 2 maar. En dat blijft ook zo natuurlijk. En misschien krijg je er nog iets anders goed op. Maar ik ben nu van plan om te gaan minen gewoon zoveel mogelijk XP. En dat wil ik natuurlijk gaan enchanten, wat ik vorige episode van plan was. Plus, er zijn nu ook nieuwe soort pijlen en die moet je maken met potions en ik heb een brewing stand. Dus ja, dat wordt voor binnenkort natuurlijk. Maar wat ik nu wel ga doen, ik ga natuurlijk wel minen. En ik ga godverdomme uit mijn kistkamer of je wordt vermoord. Een ander gaat wel minen, is goed man. We gaan dus drie pickaxes maken, want ja, dat komt gewoon goed uit. Denk ik. We maken er wel gelijk vier. En die vier gaan we dus allemaal opminen. Dat is dan toch de bedoeling. En dan gaan we dan ja maar hopen zeker. En hopen dat we nog natuurlijk nog diamonds vinden. Dat is natuurlijk super awesome. En het andere gehoop dan. Is hopen op ja andere dingen. Plus we waren de vorige keer precies naar de Nether geweest. En daar hadden we ook weer veel loot van. Ik krijg alles wegdoen dat ik niet nodig heb. Oké, nice. Dan gaan we gewoon naar beneden. En ja, let's go. Dus hier zitten we in de mine. En dan gaan we gewoon lekker minen. En hopelijk is deze geest naar een kant. Waar er niks zit of zo. Of ja, what the fuck dan ook. Ik weet niet of ik mijn diamond pickaxe mee heb. Eigenlijk niet zo slim, maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon de diamond pickaxe in mijn andere hand houden. Of nee, misschien mijn sword. Dat is misschien wel wat handiger. Ook al weet ik niet hoe het moet, het is idee wat telt. Anyway. Heb ik ooit eens. Ik ken er serieus nog niet naar deze kant gemaaid. Nou, dat gaan we nu doen. Let's go. Oh, geweldig. Oh my god, een nieuwe grot. Dat is een lapis. Een lapis, niet slecht. Geef me die XP. Yeah, oh. I want XP. Ik ga gewoon alles meepakken wat ik zie, want. Ik heb XP nodig, jongen. Wil je niet weten. Ik ga eens offscreen opzoeken hoe je de andere hand kunt gebruiken. Want dat zou best wel handig zijn, natuurlijk. Want het zou een beetje stom zijn als we dat niet gebruiken. Maar het is gewoon cool. Ons mandje is gewoon... Kijk, volgens mij gaat die lava... Nee. Gaat die lava komen? Nee. Net niet, oké. We hebben echt alles nodig. Misschien zit hier een diamond achter, wie weet. Want dat geeft ook veel XP. Kool geeft niet zoveel XP, maar het geeft XP. En alles wat XP heeft, hebben we nodig. Zo. Nice. Dus oh, eigenlijk heeft best wel veel XP, want het zijn grote groepen. Dus ja. Oké, nice. Ik wist serieus dat ik nog nooit naar die kant was gegaan. Ja, maakt niet zoveel uit. Ik had zo'n rare heestem, ik weet niet. Oké. Ik ben wel zot goed aan het maaien. Nice. En hopelijk, als ik die efficiëntie 2 enchant, krijg ik nog iets anders leuks op. En ha, hier is iron achter. Ik dacht, het zal al zielig geweest zijn in een blokje. Ah, oh, de bedrock. Ah, cool. Ja, gewoon zo diep dat die kool gaat misschien. Dus het was gewoon 42 kool in één keer. Like, what the fuck.
Oké, ik ga dus even zo doen. Lol. Daar is nog iron. Het geeft geen XP, maar we kunnen al het iron gebruiken. Eigenlijk hebben we veel te veel iron. Niet dat het zoveel uitmaakt. Welk ei zit ik? Ah, 11. Oké, is goed, man. Oké, even een toortje zetten, jongen. Ah, het zit al gelijk in een nieuwe cave. Geweldig. Misschien. Ah. Kijk, ik kan wel dit doen. Maar sla ik dan dinges? Nee. Anyway, like what the fuck. Zo. Misschien als ik dit doe. Nee. werkt niet, mensen. Het geeft me XP. Kijk, we zijn al bijna level 28. Mooi. Redstone heeft veel, zeg. What the fuck? Oké. Zij bijna level 30. Ik wil zo graag level 30 zijn. Niet normaal, joh. Is gewoon sick. Ik ga er wel een torch zetten. Mag niks spawnen. Ik heb geen zin om dat dicht te maken. Het is toch maar een cave. En nice. Hier is al gelijk een iron. Iron. Zo. Nice. Oké. Mensen, het kan wel zijn dat ik diamonds ga overlaten. En overlaten? Ik zeg dat met zo'n heel hoog stemmetje, like what the fuck. En dan ga ik kijken met diamond pickaxe dat ik enchant en hopen dat ik dan fortune krijg. En als dat niet is, dan doe ik mijn andere pickaxe ook nog eens level 30 enchanten. En kijken dat die... ik kan natuurlijk wel maar één keer level 30 enchanten, maar daarna kunnen we toch alweer terug 3 levels omhoog. En oeh, grotje. Geef mij de... Oh, diamonds! Mooi! Is mooi! Het geeft XP, maar ik ga het nog niet weghalen. Kijk, wel eens kijken hoeveel het te zijn. Zo. Ah, ik dacht serieus eentje. Dat zal wel zielig geweest zijn. Het zijn er 5, denk ik. Dus dit is een mooie aanwinst. Mooi zo. Ik dacht even... Oh, een creepertje daar. Moet ik wel weer uitkijken. Ik vertrouw dat niet, dus... Misschien moet ik even mijn zwaard er gewoon gaan bijpakken. En hier haar toeren. Oh. Oh. Fucking hell. Even erop. Het is een best stabiele snapshot, hoor. Moet ik toch wel zeggen, hoor. Ja, toch. Oké, anyway. Ik ga eens kijken dat hier iets rond is. Oh, diamonds. Ik bedoel... Ja, diamonds, no shit, maar ik bedoel redstone. Oké, dat was stom. Oké. Ik ben stom. Oh. Ik mine bijna die diamonds weg. Dat is niet de bedoeling. Oké. Ik zie al 5 diamonds erbij. Vind ik mooi. Ik vind het helemaal mooi. Level 28 alweer, jongens. Zo. Oké. Dan ga ik hier ook nog. Oké, dat is zielig voor dat blokje is alleen. Dat is zonde. Straks zal hem lekker verbrand zijn. Oké. Ja. Oké, nu even hier. Oké, die iron ga ik geen moeite voor doen. Te lui voor. Kom aan, ik heb XP nodig. Aha, dat is de shit. Kom aan, XP, XP, XP. Dan kan ik toveren en dan kan ik iets goed zetten op mijn zwaard. Ah ja, er zijn ook veel dingen veranderd in die hands. Je kunt nu Nethers, Ender Cities vinden. Echt super cool. Ik denk er wel een video ga over maken. Want het is echt gewoon super cool. Oké, dus we zijn dan hier uitgekomen. Na het einde van de episode terug. Ik ga natuurlijk, vanaf dat ik level 30 heb, ga ik gewoon terug. Dus het kan ook lang duren, maar het hangt er vanaf van de shit die ik vind natuurlijk. Dus oké, let's go. Hopelijk vinden we iets goed. Hopelijk vinden we iets goed. Oké. Kom aan, kom aan. Iets goed, iets goed, iets goed. En nope. Oké, verder. Nee? Redstone. Dankjewel, Redstone, voor de donaties. XP. Ah, cool.
kom aan. Maar ik had al lang level 30 kunnen. Als ik die ene keer niet was dood gegaan, holy shit. Hoeveel XP zou ik dan hebben? What the fuck? Ja, maakt niet uit. Het is nu eenmaal gebeurd. Oeh. Oh, fuck. Zo, waarom hier licht? Want dit ga ik wel waarschijnlijk opvullen. En ik ga hier zoals gewoonlijk een zwaard aan mijn rechterzijde zetten. Omdat dat gewoon er badass uitziet. Het ziet er echt badass uit. Oké. Okay. Nice. Even zien. Zo. Nice. Doneren die met die XP. Kom aan. Dan gaan we straks level 30 enchanten. Dus ja, het is eigenlijk de eerste keer dat je ooit is legit diamond enchant. Ik bedoel level 30 enchant, maar. Want ik ben nooit, al ja, oeh. Ik had erin kunnen dieven. Al gelukkig is het niet gebeurd, want ik zou graag die blokken willen zetten. Dank u. Zeg. Ik mocht geen blokken meer zetten, jongen. Waar slaag ik dat nu weer op? Oké. Dus we zijn bijna level 30. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. En we hebben al gelijk redelijk veel kolen terug bij. Dus dat vind ik ook weer heel mooi. Zo. En dan ga ik dit maar helemaal opvullen, zeker. Zo. Zo, nice. Zo. Oké, mooi. Ik vind het helemaal mooi. Deze episode kan wel niet te lang gaan duren, want het moet straks wel even zwijgen, dus dan weet jullie dat, maar dat. Oké, voilà. Mooi. Er zit nu heel veel kobbel daarachter. Heel veel. Oké. Oeh, een cave die ik al heb gezien. Jammer. Ik ga gewoon doen alsof ik hier nog nooit ben geweest. Zo. Zo. En hoop dat we nog wat goede shit kunnen vinden. Zo. Eigenlijk wil ik wel eens een keertje X-ray aanzetten om te zien hoeveel diamonds dat er gewoon eigenlijk zijn in een normale Minecraft-wereld. Ik denk dat wel eens ga doen. Ik ga gewoon niet weten. Niet mijn wereld natuurlijk, maar. Ah ja. Oké. Okay. Nice. Ik kan wel eens een factions doen of zo via een of andere brawl server. Oeh. Diamonds. Hell yeah. Deze gang is echt lekker, mensen. What the fuck? What the fuck? En hoeveel diamonds zijn het nu? Ik zie het, ik ben echt heel lucky in het vinden van diamonds nu. Oh, what the fuck? Het zijn er nog veel ook. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh, mijn Skype staat op niet storen. Niet op niet storen. Oké. Het zijn gewoon 9 diamonds bij elkaar. Holy shit, mensen. 9 diamonds bij elkaar. What the fuck? Nog nooit gezien. En dan straks maar hopen dat we fortune hebben natuurlijk. Dan kunnen we zot veel diamonds wegminen. What the fuck? Oké. Even deze kolen hier allemaal meepakken. En met deze komen we toch aan level 29 geraken, denk ik. En kom aan. Kom aan. Nog iemand? Iemand moet een klein zetje geven. Ja, lineal 29, mooi. En jij mocht er op je plaats gaan staan, jij. Oké. Okay. Ze hebben nog meer diamonds gevonden. Dat is gewoon freaking awesome. We hebben echt al 9 diamonds gevonden deze video. En we kunnen er nog meer van maken als we hopelijk fortune gaan hebben. Hopelijk gaan we het hebben, hopelijk. En als ik dat niet heb, dan maak ik keiveel pickaxen. En hopelijk dat ik met een level 2 ook nog fortune kan krijgen. Ik wil niet alleen efficiëntie pickaxe, bedoel. Efficiëntie 2 enchanten. Dat moet ik niet echt hebben. Maar we zullen zien, straks. Oké. Dus dit was dit dan. Geef me die kool maar. Ik mine niet al die kool voor niks weg. Gewoon puur voor die XP. En dat is misschien ook wel eens goed dat ik dat nog eens een keer doe.
En ik ga Strip My Uncle Diamonds vinden. Nog meer diamonds. Kom aan, dat moet lukken. Maar ik ben echt al heel blij met het aantal diamonds dat we hebben gevonden deze video. Dus ja. Ik heb echt wel een goede mining gekozen. Nou, ik wou net zeggen, maar is ook weer niet veel koop. Oké. Okay. Ja, we beginnen ook alweer naar level 30 te gaan. Oeh. Het is goed dat ik hier een beetje heb. Hè. Ik ga echt ragen als ik hierin zou vallen, ja. Ja, dus daarom ga ik dus niet verder doen, want ik wil echt het risico niet nemen. Sorry Cole, maar ik ga het risico echt niet nemen. Maar daar ben ik echt veel te bang voor om nu dood te gaan. Dat wil ik gewoon echt niet. Oké, redstone, mooi. Niks niet persoonlijk of wat, Cole. Oké. En hoeveel? Oh, bijna level 30. Kom aan, kom aan. Oh. Dit is echt gevaarlijk. Dit moet ik echt niet doen. Oké. Moet oppassen dat hier in lava zit. Of daar. Ja. Zo. Ah, dit is echt gevaarlijk. Natuurlijk zit ik weer tegen lava dinges. Ik ga zo goed oppassen, wil je echt niet weten hoor. What the fuck. Oké. Lekker verder mine, let's go. Nice. Ik zit nu toch al best ver hoor. Oké, hier even dit weg doen. Oké. Ik ben echt een toppasser hoor. Oh, oké, want ik wil zelf ook niet doodgaan. Het ding beter is als ik nu gewoon ergens in een grotje wat kool ga wegminen. En in de hoop dat ik daar veel XP van krijg. Ja, nou zullen we moeten doen. Dus het zullen geen diamonds meer worden in deze video. Maar het maakt niet zoveel uit, want ik heb er al best wel veel hoor. Ik had er ja, 9 plus 5. 14 diamonds deze video. Jongens. 14. Hoeveel diamonds? Ik heb nog nooit zoveel diamonds. Ik kan eerlijk zijn, ik heb best veel ervaring met Minecraft, maar ik ben echt nooit ver geweest in survival. En als ik dan ver was geweest, dan was het in bouwen en dingen en zo. Maar nooit niet echt, ja. Ook super veel kool. Ik ga gewoon een biefstuk in mijn andere hand houden. Ik bedoel, why not? Oh. Zo. En hoe zou ik die dan kunnen eten? Ja, maakt niet uit. Wat doe ik met mijn leven? Oh my god, jongens, toch. Ik ga wel na elke aflevering een backup maken. In het geval dat ik ooit open per ongeluk in 1.8, dat zou niet de bedoeling zijn. Dus wat. Oké, dan maak ik elke keer een backup. Dus ja, dat. Oké. Nice. Want ik wil echt niet dat deze wereld corrupt geraakt. Dat zou me echt niet chill lijken. Zo. Hier ook nog wat iron weg. Even lassen. Ik kom terug hier, geweldig. Misschien gaat het wel nog omlaag. What the fuck? Wat? Waar gaat dit naartoe? Hier ben ik serieus nog niet geweest. Wat is dat? Ah, een zombie. Waar is mijn zwaard? Ah, hier. Eigenlijk best, want ik heb ook nog iets anders in mijn hand en ik weet niet hoe het werkt. Eigenlijk ben ik best dom. Oké, hier ga ik geen kool meer mee pakken. Ik heb het even gehad met kool. Maar ik ga even deze grot verliezen, want deze grot hebben ze nog niet geëxplored. En ik wil wel weten wat hier is eigenlijk. Een kool kan ik aan. Oeh. Ze komen voor de vriendjes. Mooi. Lief. Lief. Emerald. Oh, bitches. Ja, hier ga ik dus geen fortune. Ik ga geen fortune pickaxe gebruiken voor die emerald. Sorry. Sorry. En iemand stuurt mail op Skype, maar die blijkbaar niet door. Ik kan het opnemen. Ja. En het gaf nog veel XP ook. Wow. Geweldig. Zo. Auw. Fuck. Oké. Ah, oké. Ja, dus we gaan deze lapjes pakken voor veel XP. Ik moet wel de weg nog terugvinden, dus ik ga wel een beetje in de buurt blijven.
Zo, oh, nog emerald. Nice. Dat betekent nog meer XP. Ha. Ah, misschien zijn er wel diamonds. Nou, sorry, ik weet, ik heb iets met diamonds, maar dat geeft echt veel XP, dus misschien ook nog wat emerald. Nou, emerald is heel zeldzaam, dus wat hoop ik. Oh! Oh, ik vind nog, oké. Dankt emerald. Nog emerald, what the fuck? Maakt mij niet uit hoor. Het geeft mij veel XP, dus. Zo. Nice. Zou het eigenlijk ook meer XP geven als je het mined met een fortune pickaxe? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat vraag ik me best wel af. Ik kan ook die gold meepakken. Kunnen we ook altijd gebruiken. Zo. Ik wil echt niet doodgaan nu. Echt niet. Zo. Hier moet toch ergens aan de buurt met diamonds liggen. We hebben toch al zeker emeralds. Echt een zeer mooie vangst dat we hebben gedaan in deze video. Mooi. Nog mooier dan de vorige en de nog vorige. Ik weet eigenlijk niet meer. Ik ben zoveel afleveringen naar elkaar aan het opnemen. What the fuck. Oké, anyway. Ik zie er echt stom uit, zo'n biefstuk. Ik ga... Oh. Ja, man. Dat vind ik wel chill, ja. Ik wil heel door die emerald kijken. Hell yeah, ja. Nice. Ik ga het risico niet nemen. Nog een emerald. Ja, waarom niet? Nice. Een dandelion. Oké, dan. Het zal wel. Oh. Jezus man, agressieveling, what the fuck. Ik ben er gewoon van door. Er staan me redelijk veel daar. What the fuck, nu word ik best bang, die ontplofte gewoon. Dat kan zijn dat die aan het vechten waren, dat weet ik niet. Hé, hey, FPS, normaal. Jeetje. Oké. Van waar kwam ik? Goeie vraag. Ik kwam niet van hier, dus ik moet dat pad daar volgen. Oké. Ik ga even deze iron hier ook nog mee pakken. We hebben lekker veel iron al. Ja man, meer als stekkel. At the moment. Dus de kans automatisch furnace nog wat werk hebben. Ah, maakt niet uit. Zo. Mooi. Oké. Nice. Oké, dan ga ik gewoon naar boven. Let's go. Oh. Oh. Kijk, ook een nieuwe animatie van de skeletten. Ziet er best cool uit. Hier kwam ik al sinds niet van. Maar, ik ben wel bijna level 30. Dus misschien had ik die mobs wel beter moeten killen. Zo. Ik moet de weg wel nog terugvinden. Ik zit in de Extreme Hills. Ik weet al waar ik zit. Die bergen daar. Over onze basis, daar zit ik volgens mij. Hier had al die mobs als het goed was. Hier zaten al die mobs. Geweldig. Ik kwam hier serieus van. Alleen maar die FPS drops, ja. Dat ligt wel aan. Oké. Ga jij hem voor level 30 storyen? Yep, dat doet hij gewoon hoor. Doet hij gewoon eventjes. Oké, dan gaan we level 13 enchanten. Heb ik allemaal niet nodig. Oké. Hier nog wel redstone voor de extra leveltjes. Maakt niet uit. Kunnen we altijd gebruiken. Zo. Hoe meer ik speel, hoe beter. Dat zeg ik altijd, jongen. Oké. Nice. Oké, nog meer gold meegepakt. Mooi. Ik moet nu wel de weg niet kwijt geraken waar ik nu aan het doen ben. Oké, ik weet al van waar ik kwam. Nee. Ik ben het serieus al terug kwijt. Like, what the fuck. Oké, ik moet nu echt gewoon zo snel mogelijk terug geraken. Holy shit, de video is al lang aan het duren. Mensen, ik zie jullie terug als ik bij de basis ben. Dus jongens, ik ben hier eruit gekomen. Ben gewoon naar boven gemind, want ik vond het niet meer. En kijk hoe ver we onze gang hebben gebouwd. Holy moly. Anyway, we hebben dus een heel groot mindstelsel, als ik het zo kan noemen. Anyway, we gaan level 30 enchanten. Ik ben er klaar voor, denk ik. We hebben ook best veel emerald, die mag hier.
Maar eerst voor het spannend houden, natuurlijk gaan we eerst alles in de furnace steken. Nee. Oh, het is gewoon niet kapot gegaan. Oké, mooi. Dat ook niet. Oké. Lassen. Zijn we snel in de basis? Zo. Ik maak deze ingang wel. Oké. Jij hebt mijn gangetje. Ah, onze witte skull. Ik al sinds alles nu al in de dingen proppen. Ja, ga maar. Jij ook. Zo. Oké. Anyway, dus ga eerst al onze troep edst indumpen. En dat wordt hier. Zo. Nice. En dan even hier 5 emerald in stoppen. En dan hier ook maar een stekje kool steken. Dat doe ik hier wel. Ja, en daar de redstone, maar die raakt er niet meer bij. Dus ik doe hier nog wel een paar stack redstone. En wat vlassen, die raakt er wel nog bij. Oké, mensen, we gaan het doen. Level 30 enchanten. Oké. In ieder geval van nood wil ik die pickaxe daar wel nog enchanten. Dus dat dan. Oké, anyway. We gaan level 30 enchanten. Raar. Oh, ik vergeet de lapis. Ja, tuurlijk. Ja, het kan ook beter. Hè? Ja. Ik vergeet. Ik ben zo zin. Ik hoop echt dat dit goed is. Oké. Geef hem maar 3 van dat. Oké, dan gaan we eens enchanten. Oh, geweldig. Oké, let's go. Even naar hier lopen. Efficiëntie 2. En. Wat? Kijk, serieus, alleen maar efficiëntie 2. No. Oh, dat is. Nee. No. En breaking 2 efficiëntie. What the fuck? Serieus? Krijg ik alleen dit? Oh my god. Oh, dit is zo slecht. Ik hoopte op fortune natuurlijk, zoals de meesten weten. Dus ik kan nog een paar pickaxe maken. In de hoop dat daar zegt, hé, hey, wil je fortune opdoen? Dus ja. Dus we gaan nu kijken. Zo. Oh, oké. Maakt niet uit, level 30 of level 21. Het moet niet per se op een diamond pickaxe, dus dat. Maar ik denk dat deze wel rotsnel mind nu. Ja. Die mind is rotsnel. Zo. What the fuck. Zo snel mind die dus nu. Oké. Die ga ik dan ook wel gebruiken, want vind ik wel een beetje kut. Oké, dus eerst gaan we de kapot mind proberen. Niet dat nut even maar. Maar is efficiëntie en break 2 en breaking 2 en efficiëntie 1. En breaking 2 en breaking 2 efficiëntie 1. What the fuck? Alles hetzelfde gewoon. No. Nou, deze is wel een chant. We willen ze op de boog zetten. Niks. we willen ze op het zwaardje zetten. Looting 2. Looting. Oh. Oh, oh, oh. Maar het zwaard is toch bijna kapot. Ja, dat heeft niet echt veel nut aan. Ja. Oké, wat was ik van plan? Ah ja, misschien kan ik nog een boek maken en kijken dat ik daar misschien iets nuttig op krijg. Ik wil blaadjes. Ik ga echt pas die diamonds pas wegdoen als ik een fortune pickaxe heb. Dus het kan lang duren, maar ja, maakt niet uit. En als ze die diamonds dan niet meer vinden, ja, dat is gewoon kut. Dat zou kut zijn. Ja, dat is waar, maar. Waar? Ha. Dus misschien kan ik de volgende episode nog wat boeken gaan maken. Zo ik die kan enchanten. En wat wil ze hierop? Waarom zeggen ze dat niet? Waarschijnlijk moet ik daar labs voor nodig. What the fuck? Oh, oh. Gebruik deze wel. Zo. Ik kreeg serieus alleen maar efficiëntie 2 erop. What the fuck? Dit kan aan de snapshot liggen. Dus ja, dat weet je dan maar niet, maar... Anyway.
Of het is gewoon een kwestie van geluk. Kan ook. Oké. Dus. Oké. Maar ze zeggen ook gewoon niet wat erop gaat staan. We zullen zien, hè. Een enchanted boek. Wat? En gewoon een enchanted boek met niks op. Ik heb gewoon twee levels verspild. Het ligt dus aan de dingen. Aan de snapshot versie. En misschien komen we dan ooit wel eens te weten wat het is. ja, Smite 3, enchanted boek. Oké. Ja, het is gewoon kut wat er zo net is gebeurd. Ik ga kijken naar het bij alle diamond pickaxes zo is. Dus ja, ik weet, dan maak ik nog een diamond pickaxe. Ja, boeiend. Dus dit ligt dus aan de snapshot. Ik had beter eerst een backup gemaakt voor ik in de snapshot ging. Nou, voilà, staat een crafting table. Dit wordt dan wel een lange episode. Dat ik er iets om geef? Nee. Oké, dus hebben we hier nog een diamond pickaxe bij ons. En ik geef er niet zoveel om even onze diamond pickaxe te... Ik heb even dit. Efficiëntie 1. What? Why? Efficiëntie 2. Efficiëntie... Nee, wordt er niet. Efficiëntie 1. Efficiëntie 3. What the fuck? Is het dus elke keer anders of zo? Wacht. Efficiëntie 2. Efficiëntie 3 zou best cool zijn, hoor. Ah, oké, dus het is elke keer anders in deze snapshot. Oké, dan. Denk ik dan. Anyway, mensen. Ik zoek het offscreen wel uit. Dus ja, vond deze video leuk? Vast een blauw duimpje volgende keer. En de volgende keer meer. Tot dan. En houden we.